Nou, ik heb er zin in. En dat had ik een aantal weken geleden minder, omdat wij een mindere doen waren. Ja. En toen dacht ik, ja, de kans dat wij Nou, we hadden heel erg ons best moeten doen om die play-off niet te halen, laat het zo zeggen. Want ik geloof dat de eerste 9 ploegen dat gaan halen. Maar een aantal weken geleden zou ik mijn hart ervoor vasthouden. En nu inmiddels niet meer, want we zijn een goede doen. Maar wat heeft Hans de Koning met jullie gedaan? Het is mij een raadsel. Het is wel... Kijk, hier hebben we de... Want hij begon tegen Sparta uit. Ja. Nou ja, niet logisch, maar ja. Natuurlijk... Die kan je verliezen. Ja. Sparta inmiddels kampioen. En vervolgens niet meer verloren. 6 keer 0. Ik, dat staat toch als een huis, hè? Als je zo kijkt. Dat wij die periodetitel niet hebben gepakt, man. Nee, maar scoren veel. Vaak de nul. Ja. Dat gaat goed. En dan was dit nog de beste wedstrijd, denk ik. En dan wordt dan 3-4. Dat was met die penalty van de kogel. En dit was een van de minder en dat wordt 0-4. Dus het is ook maar geen touw om vast te komen. Maar ja, wat er aan de hand is, het gaat de goede kant op. Het vertrouwen is er weer. We spelen weer met energie. Dat het handelsmerk van Hans de Koning wel eens is veel meer 1-op-1. Een diepe 10 achter de spits die direct druk zet op de tegenstander. En een nummer 3 of 4 die... Die snel doorstapt naar een middenvelder van de tegenstander. En, nou, dat doen wij niet volledig op die manier, maar we hebben een soort tussenvorm in gevonden. En dat werpt zijn vruchten af, want we zijn week in week uit eigenlijk de betere ploeg. En het levert ook nog punten op, dus het gaat de goede kant op. Mooie tactiek, Simon. Ja. Ja, vind je? Ja, ik ben... Vind je het lekker om in zo'n ploeg te spelen? Ik ben begonnen in Nederland voetballen onder Hans de Koning in de B-jeugd van FC Twente. En toen speelde hij ook al zo? Toen speelde ik op nummer 10. Maar speelden jullie ook al die tactiek in de jeugd? Toen speelden wij volle druk. Op de schuine paas van de ene centrale naar de andere. En dan ging de spits eerst lopen en bij de tweede ging ik eruit. Geweldig. Doet hij dat nog steeds? Ja, een stapje eerder zo. Bij de doeltrap is het al zover. We wonen heel veel. En ik vind, het is misschien ook een beetje apart dat ik het zeg, want het is jouw trainer. Maar ik vind het eigenlijk jammer dat hij weer in de Jupiler League is. Want ik vind hem ook jarenlang bij Volendam goed gewerkt hebben. Ja. Maar goed, ik hoop dat hij promoveert met Cole Hedton. Ah, nou, het is een trainer die... Zijn wens is ook om Eredivisie trainer te worden, volgens mij. Dat vind ik terecht. Toen tragisch gemist tegen jullie, toch? Ja. En volgens mij heeft hij 3 keer de finale verloren. Ja.